Op voorhand een lastige klus voor Hoogeveen zondag in Winschoten tegen WVV. Ja, Hoogeveen heeft het eigenlijk altijd moeilijk tegen de ploeg uit Winschoten. Die 8 verliespunten minder heeft dan Hoogeveen. Dus ja, wil de ploeg van Jan Kloetstra nog wat, dan moet er wel gewonnen worden vanmiddag van Hoogeveen. Ja, het was allemaal voor ons ook een beetje behelpen. Er moest gefilmd worden vanaf een tafel aan de zijlijn met gevaar voor eigen leven. Nou, uiteindelijk hebben we het overleefd. Nou ja, ten oude nood. Dat zult u straks zien. En de wedstrijd werd dus gespeeld op het bijveld, op het prachtige kunstgrasveld. Omdat het hoofdveld van WVV onbespeelbaar was. Voor Hoogeveen kwam dat natuurlijk niet slecht uit. Want ja, het heeft altijd moeite om op zeker een hobbelig natuurgrasveld te spelen. Maar de beginfase was niet goed van Hoogeveen. Hier de 8e minuut. Martijn Drent. Die vindt dan vervolgens Marcel Smit, die stuit op doelman Nick Borgman. Maar hier is het in de rebound Niels van Delden, die scoort. Nogmaals die inzet van Smit, redding van Borgman. Ja, Andy Kreeft glijdt dan weg. Ja, en dan is het een eenvoudige klus voor Niels van Delden. En zo kennen we een verrassende 1-0 tussenstand. Maar daarna herpakt de Hoogeveen zich. In een wedstrijd die in een zeer hoog tempo werd gespeeld. Hier Björn Zwicker. Prachtige bal, Daniel Manning. En daar is het na een kwartier spelen. 1 tegen 1. En nogmaals naar die mooie bal van Zwicker op Daniel Manning. Manning die ook een uitstekende wedstrijd speelde. Ja, vanaf dan zou Hoogeveen ook het heft in handen nemen. En werd het grimmig. Hier een zware overtreding op Daniel Manning. Die niet met geel bestraft wordt. Maar dat had best gekund. En dan vlak daarna. Let op. Wilmroem Leewang. Andy Kreeft. Oi, 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 oi. Dit is een heftige overtreding van Niels Hilverts. Ja, en die krijgt slechts geel. Ja, en dan is er hier de overtreding op Zwicker. Daar wordt niet voor gefloten. Ja, en dan krijgt Zwicker natuurlijk wel geel voor aanmerkingen op de leiding. Nou, even een fase dus vol irritaties. Maar dan na 34 minuten. Santing op Marco Hartman. En die wordt dan gestuit door Kelvin Molenkamp in het strafschopgebied. En dan krijgt Hoogeveen een unieke mogelijkheid om op voorsprong te komen. Hartman. En die schiet recht door midden en het is het 1 tegen 2 voor Hoogeveen. Ja, ik zei het al, altijd een lastige wedstrijd voor Hoogeveen. Ja, en dan is het fijn dat het in de eerste helft dus toch uiteindelijk voortvarend gaat naar die vroege tegentreffer. Dan toch even weer WVV, vrije trap van Kevin Wiegman. En dan kan Ramon Kuiper er net niet bij. Vlak voor rust. Manning. Oi, 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 prachtige bal. En dan is het uiteindelijk Nick Hilvers die tekort terugspeelt. En daar zit met Schutjil erin tussen. En dan is het 1 tegen 3 voor Hoogeveen. Ja, het kreeg niet heel veel kansen. Maar die kansen die het kreeg, ja, die benutte het. Hier nogmaals die bal van Manning. Ja, en dan de inschattingsfout van Hilverts. Ja, en dan moet je gewoon scherp zijn. En dat is met Schutjil erin. Slotminuut van de eerste helft. Voorzet van Rumo Leewang en de kopbal van Daniel Manning. En zo gaat Hoogeveen met 1-3 de kleedkamer in. Maar ja, je weet het nooit. Het kan altijd gaan spoken in Winschoten. Maar dan, vlak na de rust, Marco Hartman. Oi, 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 wat doet hij dit mooi. En dan is het 1 tegen 4 en dan lijkt de wedstrijd toch wel beslist. Maar let ook op die bal van Daniel Manning. Het lijkt Guido ten Kater wel. En natuurlijk ook uitstekend afgemaakt door Marco Hartman. Wat een geweldige start in die tweede helft van Hoogeveen. En vlak daarna. Kijk eens, opnieuw Manning. Ziet dan Hartman en daar is het 1 tegen 5. Ja, er wordt dan wel steeds geroepen vanaf de zijlijn van WVV dat het buitenspel is. Maar ja, het is het toch telkens net niet. Ja, en dan is de wedstrijd dus al heel snel beslist in de tweede helft.
Dan toch WVV. Haaier, die in de ploeg is gekomen in de tweede helft. Komt de bal voor. Is het uiteindelijk Rick Heijinga die voorzet, maar dan zit Nick Borgman ertussen. 58e minuut. Drent. Of speelt Andy Kreeft? Komt die bal voor? Ubbels. Nou, die klinkt dan een strafschop, maar dat zal wel heel erg makkelijk zijn geweest. Uur gespeeld. En dan is het hens van Livon van Dijk. Ja, en dat is wel discutabel. Nou, scheidsrechter staat er bovenop en zegt die bal is net buiten het strafschopgebied. Krijgen we wel de vrije trap nog. Wiegman achter de bal en Martijn Drent. Maar die schiet in de muur tegen Santing op. Dan uitbraak Hoogeveen. Mesut Yildirim die ook ijzersterk speelde. Yildirim. En die stuit dan op doelman Serkan Akbas. En zo blijft het 1 tegen 5. Hartman. Daniel Manning. Manning, prachtige bal weer op Marco Hartman. En dan is het opnieuw Akbas die een tegentreffer voorkomt. Gaan naar de 67e minuut. Santing. Op Daniel Manning. Kijk toch eens weer. Wat een prachtige bal. Ja, het is Zwicker die dan niet buitenspel is. En Yildirim ook niet. Yildirim legt de bal dan terug op Hartman. En die scoort de 1-6. Ja, kijk nog maar eens goed. Op zich geen buitenspel. Ja, kijk, Hartman daar wel. Maar ja, die houdt zich dan even afzijdig. Nou, dan kun je uiteindelijk misschien discussiëren over het feit of Hartman dan uiteindelijk toch buitenspel staat. Omdat hij uiteindelijk wel aan het spel deelneemt. Maar goed, hij telt 1 tegen 6 voor Hoogeveen. Ja, het was ook verdiend. Dan toch nog een keer weer WVV. Komt de bal voor. En is het Nick Borgman ja, die op miraculeuze wijze redt. Ja, en dan gaat het weer omslaan. En krijgen we te maken met een harde wind. En dat gaan we hier zometeen zien. De vrije trap voor... Oh, WVV. Ja, en daar gaan we met de camera. Nou, we kunnen de schade nog beperkt houden. Maar helaas missen we daardoor wel de treffer. De 1-7 van Henrico Scholten die in de ploeg was gekomen. Ja, in de slotfase ook nog 2-7 door Bert-Jan Haaien. Maar Hoogeveen wint wel met 2-7 en doet dus uitstekende zaken. En lijkt met Alcides te gaan strijden om de titel. En het heeft een voorsprong van 5 verliespunten.